Ineens voel ik een andere knie op mijn knie komen. En op het begin dacht ik van, ah, oh, mm. En toen besefte ik van, oh nee, wacht, ik lig alleen in bed. Dat kan niet, dat er een andere knie op mijn knie zit. Hey guys, welkom op mijn kanaal. Ik ben Jamila bijdo uh, leeftijdloos en top dat je kijkt naar deze gloednieuwe video. Normaal zou ik deze video niet gemaakt hebben, want ik had een andere video gepland, maar deze nacht. Zoals jullie van de vorige video misschien wel weten, was ik inderdaad de laatste nachten bezig met um, het proberen van reality shifting. Ik had nooit in mijn leven verwacht dat dat zo snel ging gebeuren. Al was ik wel uh, van de overtuiging dat ik spiritueel heel sterk ben. En dat ik die optie snel ging kunnen doen of zo, weet je wel. Ik had er, ik had er heel veel geloof in. Um, maar wacht, voordat we daarover gaan praten, gaan we eerst een shout-out geven. Shout-out gaat naar Jelena en die zegt: maak meer video's over deze onderwerpen. Je opent echt de ogen van mensen. Voila, dit is trouwens uh, hetzelfde onderwerp. Dus, wat is er gebeurd? Uh, om te beginnen, ik ben doodmoe. Ik ben echt kapot. Um, ik heb ook heel weinig geslapen, maar ik denk dat ik ook gewoon moe ben van de ervaring dat ik heb gehad, um, zo voelt het alles eens toch. dus ik heb geen make-up aan en zo, mijn haar is niet fleek, maar whatever, it's it's about the story. trouwens, het woord van de dag voordat we dat vergeten, het woord van de dag is Doe maar Lucid Dream. Hashtag Lucid Dream. Dus ik was een aantal dagen bezig om te proberen reality shiften. De eerste avond dat ik het heb geprobeerd, um, had ik een heel hard gezoom in mijn hoofd en, en, en een heel raar gevoel. En ik had het gevoel dat ik uit mijn lichaam ging en heel die shit. Um, dus dat was de eerste avond. Dan is er eigenlijk niks niet meer uitgekomen. De tweede avond. Ik was er al heel een hele avond mee bezig. Ik was een script aan het schrijven op mijn notities in mijn gsm. Uh, een script uh, waarin ik neerschreef van: Ik wil, uh, wil zo'n huis, ik wil, uh, ik wil er zo uitzien, deze is mijn partner, uh, deze is mijn familie, deze zijn mijn vrienden, um, ik ga dat doen en dat doen en dat doen in mijn, in mijn, uh, in mijn ja, andere realiteit. En ik heb dat geschreven en ik heb dat zelfs niet herlezen. Ik heb dat gewoon geschreven in mijn gsm laten staan en klaar. Um, wat heb ik nog allemaal doorgegeven? Ik heb doorgegeven dat. Um, 10 uh, minuten in deze realiteit, een week in die realiteit duurt. Hè? Ik heb een safe-woord opgeschreven. Um, mijn safe-woord was Toulouse. Toulouse is mijn, mijn allereerste kat die, die ik ooit heb gehad. Die noemde Toulouse. Uh, dat was een, natuurlijk een woord dat ik nooit zou vergeten. Um, en ik dacht, ik kan dat als safe-woord gebruiken... Uh, om terug te geraken naar de gewone echte realiteit. Hè? Nu ik lag in bed. Ja, jullie weten dat ik een beetje geobsedeerd ben door Ashton Kutcher. Uh, we're not gonna lie, he's fucking sexy and he's the most humble man alive. En in mijn desired reality was hij ook mijn man. Um, dat is hoe ik het had opgeschreven. Dus Ashton Kutcher was mijn man en ik ging wakker worden naast hem. Dat was het eerste dat ik ging zien. Dat was hem naast mij uh, als ik wakker weer. Ik lig in mijn bed, in mijn bed hier. Um, ik lig op mijn linkerkant en ik lig met mijn handen onder mijn kussen en met zo één been een beetje omhoog. Weet je, zowel dat je zwijgen zo, zo optrekt. Um, ik lig zo en ik had op mijn gsm had ik, uh, uh, een ding opgezet. Ik zal eens kijken of dat hier nog tussen staat. Sowieso, dat bij geschiedenis. dat is een sound op YouTube um, en dat noemt Shift to your dream reality. En als je daar speelt, dan zou dat bij helpen om, om dat een beetje te bevorderen. Je kunt dat gewoon op YouTube zoeken, zo'n dingen. Uh, ik heb dat ook maar gewoon gedaan. Ik heb dat opgezet. En deze had 1,2 miljoen. weergaven, Dus ik had zoiets van oké, okay, ik vertrouw dat wel, ik kan een die doen. Uh, ik heb dat opgezet en ik had dat onder mijn hoofdkussen gelegd. Want als ik daarop ga liggen, dan hoor het echt zoals het nieuwe kop is. Hè? Ik lig, ik ben daar aan het luisteren. Ik weet niet exact hoe lang dat ik dan aan het luisteren was. Maar ik gok ongeveer een kwartier of zo, voordat ik begon te merken van er gebeurde iets. Hè? Um, nu, het begin van hoe dat het gebeurde, was exact hetzelfde als een dag ervoor. Daar wil ik mee zeggen, ik had dat gezoom in mijn hoofd. Daar begon dat bij. En weet je wat? Dat is als je dat voelt, want er heel veel mensen stoppen denk ik, omdat dat een redelijk beangstigend gevoel is. Toch geen pijn of zo. Hè. Dat is geen pijn. Dat is meer een, een angst van oh my god, wat is er aan het gebeuren in mijn hoofd? Hè? Bij mij is dat zo. Ik weet niet wat dat bij andere mensen is, maar bij mij is dat echt een een, een super hardgezoem dat luider en luider wordt. De eerste dag dat ik dat deed, dan, dan viel dat na een tijd gewoon weg. En gisteren toen ik het deed, of ja van de nacht toen ik het deed. Um, was dat gezoomer? Dat weer luider, nog luider dan daarvoor. En dan ineens mijn fysieke shit viel weg. Ik voelde dat ik niet meer fysiek attached was, to, mijn, to my body, zal ik maar zeggen. En dan begon ik te spinnen. Ik begon rond te draaien, rond te draaien. En in mijn beeld zeg ik: ik ga, niet echt een tunnel. Ik ga niet zeggen een tunnel. Dat waren gewoon, um, hoe moet ik dat zeggen? Dat was een soort van patroon dat ik zeg. Uh, allemaal van die kleine vierkantjes die dat zo licht geven. Ik kan het niet uitleggen, maar dat is hetgeen waar ik ik zag. En uh, ineens was dat zoom weg. Dat was echt zo... Bof. Dat zoom was weg, die, die, dat, dat patroon was ineens weg. Maar toen besefte ik dat hetgeen wat dat ook weg was, was die muziek onder mijn kopkussen. En toen dacht ik van wacht, er is hier iets anders. Ik lag nog altijd op dezelfde manier met mijn ogen dicht, maar ik besefte dat er iets anders was. Dus de dus muziek was onder mijn kopkussen weg, maar dan dacht ik van misschien is dat gewoon uitgevallen of zo. Maar ik durf mijn ogen niet open te doen. Ik had in mijn script geschreven dat als ik er ben en ik kan mijn ogen open doen, dan wil ik dat iemand mij aanraakt, zodat ik weet dat mijn ogen open kunnen. Ik lig in dat bed. En dat was het moment dat ik het besefte. Mijn knie lag toch een beetje omhoog. Ineens voel ik een andere knie op mijn knie komen. En op het begin dacht ik van. Oh, mm. En toen besefte ik van, oh nee, wacht, ik lig alleen in bed. Dat kan niet, dat er een andere knie op mijn knie zit. Maar ik deed het mijn ogen nog niet open te doen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb mijn hand uitgestrekt. En ik ben aan die knie beginnen voelen. Ik ben naar boven gegaan, naar boven gegaan. Ik heb bepaalde delen overgeslagen, spijtig genoeg. Ik ben naar boven beginnen gaan en ik voelde ineens een lichaam om u tegen te zeggen. Mijn keer. <laughs> ik voelde echt een lichaam om u tegen te zeggen. Um, I was very excited about that. Uh, dan ben ik iets hoger gegaan, ben ik op zijn gezicht gegaan. Want ja, ik, ik weet de, de, hoe moet ik het zeggen, de vorm van Ashton's gezicht. heeft ook zo'n speciaal kinnetje. Uh, ik begon daaraan te voelen en toen wist ik van ik ben er. Ik ben er gewoon. En toen heb ik mijn ogen open gedaan, want ik was te excited. Ik like, wou die zien natuurlijk. Ik doe mijn ogen open, die ligt naast mij. Hoe moet ik dat zeggen? Dat voelde alsof dat... dat de, de vijfduizendste nacht was dat wij samen, of ochtend was dat wij samen wakker werden. Het voelde wel echt alsof het er al een heel leven voorgaand was. En dat ik dat ook had meegemaakt. En dat dat zo wat een helft bewustzijn en een andere helft on, onbewustzijn was in mijn kop, weet je wel? Dus een helft van, van mij op dat moment was excited om je te zien, maar de andere helft was zo van, ja maar, je ziet in elke dag. Snap je wat ik wil zeggen? Zo dat, ja, ik kan bij hem liggen natuurlijk, ik kom bij dichter. we waren zo aan het spelen en aan het lachen en zo. Tot een bepaald moment dat ik lepeltje, lepeltje Wou gewoon liggen en ik doe dat. En ineens langs de andere kant naast mij ligt Mila Koenis. Ik ben niet aan het severen, die is een vrouw, die is een echte vrouw in deze leven, lag naast mij. Die komt naar mij en die geeft mij een kus. Dus ik besef dat toen van shit. Mijn script is niet goed uitgeschreven, want ik heb hier letterlijk een driehoeksverhouding. Ik heb letterlijk een relatie met Mila Koenis en mijn Ashton kutscher. Oké. Okay. Langs like de andere kant, Mila is een schone vrouw, ik had zoiets van verwanning. Maar dat was dus de, de realiteit op die moment. Um, Mila stapte uit bed. Ik ben nog even mijn Ashton aan het knuffelen. En toen zag ik de ruit, maar de gordijnen waren zo. En ik lag in dat bed en ik zei tegen mezelf van: oké, okay, ik heb in mijn script heb ik een bepaald um, uiterlijk geschreven van, van, van de tuin en zo. Ik wou echt weten hoe dat de omgeving eruit zag. Dus ik stap uit dat bed en ik trek die gordijnen open. En het was niet hoe ik het had neergeschreven. En dat is oké, okay, weet je wel. Het was wel een beeld dat ik een paar dagen geleden in deze realiteit online ergens had gezien. En blijkbaar is dat dan in mijn... Um, onder bewustzijn gekropen en is dat een tuin geworden waarin dat we dan leren? Ik heb nog nooit in mijn leven zo bewust gedroomd. Wat ik wel even wil zeggen, heel veel mensen zeggen dat dat een, um, een reality shifting is. Ik twijfel, eerlijk gezegd. Is het reality shifting of is het gewoon een lucide droom? Ik weet het niet. Ik kan het verschil niet opmaken. Het kan goed zijn dat deze een lucide droom was. Ik snap ook niet hoe dat mensen het verschil. Kennen. Nu, meestal in een lucidendroom kun je niet alles zelf besturen en dat kon ik in deze droom wel. Je kunt dat wel met een lucidendroom, maar je hebt daar tijd en oefening voor nodig om dat echt te leren. Meestal de eerste keer dat je een lucidendroom hebt, als ik kijk naar de ervaringen van andere mensen, um, dan, dan zijn ze wel bewust dat ze in een droom zitten, maar kunnen ze zelf niks besturen. Ik kon in deze droom alles doen wat ik wou. Ik kon daar wandelen, daar wandelen, ik kon dit doen, dat doen, ik kon alles doen wat ik wou. Plus, er was ook niks magisch. Weet je wel? Meestal in een lucide droom is alles magical en kun je vliegen en weet ik veel wat. En hier was dat niet. Dit was gewoon letterlijk een normaal, alleen een mooi huis. Een mooi huis, een normale leefomgeving. Er was niks magisch, er was niks dat rondvloog, dat niet moest vliegen. Dus ik weet het niet goed. Ik kan het geen plaats geven of dat het een, een, een reality shifting was of dat het een lucide droom was. In ieder geval, het was leuk. Nu, um, Ashton was naar beneden gegaan. Ik lag nog even in bed, mijn eigen uitrekken, en te beseffen van, wow, like, what is happening hier? Um, ik was elke seconde in dat bestaan, was ik bewust van het feit dat mijn lichaam hier aan het slapen was. Ik was daar 100% van bewust. Uh, ik was er ook heel de tijd aan aan het denken van, oh my god, en ik zit nu hier, en ik weet dat mijn lichaam daar naast Ashton in bed ligt, en bla, bla, bla. Op een bepaald moment, ik had in mijn script op voorhand geschreven dat ik heel graag mijn oma wou zien. Mijn oma is uh, 22 maart vorig jaar overleden en ik wou die heel graag nog eens terugzien. Ik dacht van ja, zijn optie is om haar echt te voelen en te zien en te ruiken en weet ik veel wat, dan ga ik dat er ook gewoon bij zetten. Dus ik stap uit bed en ik loop naar beneden en je moest zo een trap af die dat zo in een L ging, zo, weet je wel? Dat was een houten trap. En in die moment was ik heel bewust dat was zo een van de momenten dat ik even helemaal alleen was. Want in de kamer was Mila bezig met de was en zo, die was in, in de kamer aan het wandelen. En toen ik um, naar buiten ging in de gang, dat was het eerste moment dat ik helemaal alleen was. En ik dacht van oh, ik moet even zeker zijn of het eens realistisch aanvoelt of niet. Dus pak die een trap vast. Ik voel. Ik knijp zo wat in dat hout, zo wel, weet je? Ik voel van een mij ik voel dat echt. Elk, elk zintuig werkte. Elk zintuig werkte. En, en ik was aan het stappen op mijn blote voeten en ik voelde de grond onder mijn voeten. Ik rook een open hart, want de ashton had beneden een open hart aangestoken. Ik rook echt een open hart. Alles zodat je het in het echte leven aanvoelt, of ziet of ruikt, of whatever, dat was daar gewoon exact hetzelfde. Nu, ik kom die trap af. En op het moment dat ik om dat hoekje ga, zal ik maar zeggen, die L heb gedaan, dan um, dat was er zo'n gang, um, een gewone gang in het midden zal ik maar zeggen. Gelijk in de meeste Amerikaanse huizen meestal heden. En dan is je zo van die bogen langs de zijkant voor naar kamers te gaan. Dus daar is dan de living, daar is de keuken. Hè? En als je om dat hoekje kwam, dan zag je eigenlijk door een boog um, uh, de open En Ashton zat voor de open en die was aan het praten met mensen, maar ik wist niet wie of ofzo. Dus ik kom die een af en ik lach naar hem. Want ja, ik was natuurlijk smoor verliefd. Ik lach naar hem. Ik wandelde de living binnen, waar hij zat. En ik zie ineens mijn oma en mijn opa in de zetel zitten. En die waren aan het praten met hem. Dus ik kom daar binnen en, en ik was in shock. En je zag ook aan mijn gezicht dat ik in shock was. Want ze keken op een moment ook raar naar mij. Want ze merken dat natuurlijk op. Ze weten niet dat ik... Niet van daar kom, zal ik maar zeggen. Snapte? Dat is heel raar om te zeggen. Dus als ik een raar gezicht trek of in shock ben, dan zien ze dat ook. Maar dat is eigenlijk mijn reactie op het feit dat ik van hier naar daar ben gegaan, snapte? Dus ja, just blend in. Als je deze doet, probeert zo goed mogelijk in te blenden en alles zo normaal mogelijk te laten lijken. In ieder geval, hij zat voor de open haard, zat zo'n tafeltje voor hem en ik wou ernaast gaan zitten. Um, maar voordat ik dat deed, heb ik iedereen in de omgeving een kus gegeven. Nu, de kinderen van Mille is en Ashton Kutcher waren er ook. Uh, dat waren drie kinderen, terwijl ik denk dat ze maar twee kinderen hebben, daar ben heb ik eigenlijk niet zeker van. Maar in die wereld hadden ze drie kinderen, twee kleine kinderen en één puber. Um, en en ja, die zaten allemaal in de zetel, dus ik heb die allemaal een kus gegeven. De broer van Ashton Kutcher, die zat ook in de zetel, of die lag er zelfs te slapen, die heb ik dan ook een kus gegeven. En dan zei ik mijn oom en mijn opa. En, like, ja. Yeah. Momentje. Hè. Ik heb die wel echt even een goede knuffel gegeven. Uh, mijn oma, dan vooral. Hè. Uh, ik heb die een kus gegeven. En dan ben ik uh, op de grond naast Ashton gaan zitten aan het vuur. En dan ineens begon de oudste zoon begon lastig te doen. En um, de Ashton wordt kwaad. En die staat recht. Maar ja, ik wou die niet kwaad zien. Like, ik heb een romantische droom. Je, uh, ik kom mijn kind in elkaar aan mijn droom Allee, ja. Die staat recht. En die pakt je zoon bij zijn kraag. En iets verder in de gang was er zo'n deur. Ik weet niet waar dat was. Maar je zet je zoon erin. ...door die deur toe en je hoort in de fucking verte, maar echt ver weg, ...hoorde je zo'n kwaad roepen. En ik denk: aan mij, dat is precies alsof hij juist 500 kilometer onder de grond is gevallen. Zo ver klinkt hij. En ik zei tegen hem: Wat is dat voor een geluidsdichte kamer? En die negeerde dat zo'n beetje. En dan zei Mila Kunis van ja, Zo zal hem we het wel leren. Zo zal hem we het wel leren. Dus dat was eens zo'n kindermishandeling en zo ertussen. <laughs> um, en dat was er een moment um, dat ik uh, drinken ben gaan halen en ik kwam terug. En toen ik terugkwam, stond ik voor de openhaard. Je voelde ook de warmte van de openhaard. Je rookte hout. Alles werkte gewoon. En Asher zat nog altijd op de grond, mijn oma en opa naast mij. En op dat moment loopt er een kat voorbij. En dat was kut. Er liep een kat voorbij en aangezien dat mijn safe words um Toulouse was, omdat dat mijn allereerste kat was, begon ik dus aan Toulouse te denken terwijl ik die kat zag. En dat moest in want Vanaf wat je eraan denkt en je spreekt dat woord uit in je hoofd, dan kom je terug in de current reality terecht, namelijk hier in Alst. Dus ik probeerde daartegen te vechten en ik zei nee, 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 kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Ik was echt tegen mijn eigen aan het praten, ik zeg kom maar, blij blijf, 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 blijf. Ik ben nog een minuutje gebleven denk ik ongeveer. En helaas... Ineens um, was mijn beeld terug zwart, uh, ik hoorde terug muziek onder mijn kopjes uh, en ik was terug. En ik doe mijn ogen open en ik was echt kwaad, ik zeg nee jongen! Ik was echt pist, ik was ontslagen op mijn kussen, ik zeg nee jongen! Dus ik probeerde terug te gaan, maar dat ging niet meer, ik ging gewoon niet meer terug. Helaas, echt enorm jammer, uh, because it was amazing. En ik kan dat zeker nog proberen, Wat ik wel merkte um, toen ik wakker werd, wil ik er even bij zeggen, ik ben heel bezweet wakker geworden en ik zweet nooit in mijn bed, nooit en al zeker niet in mijn gezicht. Um, Iedere, heel die rand hier van haar was nat. Ik had zweet in mijn nek. Um ik was echt aan het zweten. Het was ook niet eens heel warm in de kamer, dus dat vond ik ook al wat raar, maar ik veronderstel dat dat waarschijnlijk wel inspanning van mijn lijf heeft gevraagd om te doen wat ik daar heb gedaan. Ik had een extreem harde druk op mijn ogen, dus echt zo'n hele... Dat duurde allemaal niet lang, hè? dus dat is niet dat je er bang van moet zijn, maar ik had een hele harde druk op mijn ogen. En ik had een lichte hoofdpijn, dus ik had een beetje koppijn. Nu, pff, na een uurje was dat terug weg. Wat ik wel merk nu de dag daarna, maar dat kan ook liggen aan het feit dat ik bijna niks heb geslapen. Ik ben om zeven uur s morgens, Nee, om zes uur s morgens, ben ik gestart uh, met, mijn, met mijn avontuur. Uh, om kwart na zes is dat begonnen. Dan ben ik er echt in gegaan En rond half zeven was het al gedaan. Snap je, het heeft maar een kwartiertje geduurd. Uh, in die realiteit lijkt dat natuurlijk langer, maar voor hier was dat maar een kwartier. En dan ben ik rond acht uur terug in mijn bed geklopen. Acht uur s'morgens... Tot, wat is het, één uur of zo? Dat is in principe maar vijf uur. Maar ik merk wel dat ik echt moe ben. Nu, Ik ben dan nadien gaan opzoeken: van Kanda dat je er moe van wordt? Heel die dingen, bla bla bla. En eigenlijk, alle mensen dat die die ervaring hebben gehad, Die zeggen dat ook van een dag. Ernaar, zijn ze zijn gewoon afgepeigerd. Je voelde wel, je echt gewoon bul. Je bent moe. Weet je waarom? Omdat het eigenlijk ook niet slapen is wat dat je doet. Hè? Dus, ik het uitleggen. Um, het moment dat jij zo gezegd zou shiften van reality. Dan ben jij niet aan het slapen. Jij bent letterlijk met je bewustzijn wakker. Je gaat gewoon ergens anders wakker zijn. Maar je slaapt dus eigenlijk niet. En daarom kan het ook heel vermoeiend kan zijn. Dus ik ben echt extreem, extreem moe nu op deze punt. Ik ben wel heel blij dat ik het heb meegemaakt. Um, is het nu een, een lucide droom? Is het een, een reality shifting? Ik heb geen idee. Ik heb absoluut geen idee hoe dat mensen dat verschil daartussen maken. Ik weet gewoon dat ik ergens was... Waar ik heel bewust bij was, wat ik wel merk, gelijk een gewone droom: hoe langer dat een tijd voorbij gaat nu, hoe minder details dat ik begin te onthouden. Dus dat is wel een dingetje. Ik weet niet of dat bij reality shifting zo is, ik weet niet of dat bij lucid dreaming zo is. In ieder geval, um, ik merk dat ik niet meer evenveel details kan vertellen dan, dan juist nadat ik, dat ik er eigenlijk uitkwam. Maar nog altijd honderd keer meer kan ik vertellen dan bij een gewone droom, snap je? Dus, ik weet het niet hoe. Er zijn er gewoon een paar details dat ik begin te vergeten na een tijd. Um, alleszins was mijn allereerste ervaring. Bewust dromen is super cool. Het rare is dat ik al vijf jaar probeer te lucide dromen, als het zelfs al niet langer is. Dat is al van toen ik nog bij mijn vader thuis woonde en dat is al langer dan vijf jaar geleden. Dus geloof mij, ik, ik heb dat echt zo vaak geprobeerd, dat is mij nooit gelukt. Ik heb nu de focus gezet op reality shifting. En na twee dagen is dat gelukt. Dus ik weet niet uh, wat het is. Is het reality shifting? Is het lucid dreaming? I don't know. In ieder geval, het was een superleuke ervaring. Uh, ik ga dat zeker nog proberen. Ik kan wel zien dat ik dat niet elke nacht doe. Om dan inderdaad aan genoeg slaap te komen. Want zoals mijn. Ei. Nu voelt dat echt alsof ik juist van een discotheek thuis kom. Zo voelt dat echt. Um, ik heb ook gigantische kringen onder mijn ogen, waar dat natuurlijk altijd wel een beetje aanwezig is, maar ik ben echt, echt afgepeigerd moe. Dus um, ja, dat was mijn ervaring. Ik ben super, super excited dat het deze nacht ook gebeurd is. Ik voelde het wel heel sterk aan. Wat ik ook heb gedaan is. Uh, ik heb alles gewoon laten gebeuren. Ik heb geen moment bang gehad. Ik heb gewoon alles laten gebeuren. Hoe pijnlijk of rot dat het ook aanvoelde. Ik heb het gewoon laten gebeuren. En ik heb tegen mijn eigen gezicht. Ik ga shiften. In de plaats van te zeggen, ik ga proberen shiften, of ik wil shiften, heb ik tegen mezelf gezegd, ik ga 100% shiften. Mijn ogen gaan nu toe, en de eerstvolgende keer dat mijn ogen opengaan, ben ik in een andere realiteit. Dat is wat ik tegen mezelf heb gezegd. En dat is voor mij ook hetgene wat gewerkt heeft. Je kunt dat gewoon zeggen, maar je moet dat geloven met alles in je. Je moet dat echt geloven met je hart, met je ziel, met alles dat dat kan. Anders gaat dat waarschijnlijk niet lukken. Nu, toen ik om 8 uur ben gaan slapen... Um, heb ik het nog geprobeerd om er terug in te komen, maar het is niet meer gelukt? Uh, ook op dezelfde manier geprobeerd. Dus ik ga het een beetje laten rusten. En dan probeer ik het een van de dagen gewoon nog eens. Because it's a good adventure, huh? Ja, zo. So, ik kan zeggen dat ik zijn wakker geworden naast Ashton Kutcher. En het was realistisch AF, dus. De volgende keer gaan we andere dingen doen. Maar daar gaan we geen video over maken. Nee, goed, guys. Uh, thanks om te kijken. Um, laat mij ook weten of je zelf lucide dromen ervaringen hebt of, of, of shifting ervaringen. Let me know hier beneden. Um, vertel mij jullie, jullie verhaal. Dat is echt super interessant om te horen, volgens mij. En, um, en dan hoop ik jullie morgen weer terug te zien om 5 uur bij een gloednieuwe video. De video die normaal gezien vandaag online ging komen. Maar ja, nu is het even. Praat zonderling morgen. Abonneer zeker even. Like zeker even. I love you guys. En ik zie jullie morgen terug om 5 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, adios.